Minister Juspol stelt portefeuille ter beschikking. Leden personeelsbond EWS hebben moeite met directeur Parmisser. En ook Trinidad en Tobago weer een vleesproducten uit Brazilië. Dinsdag 21 maart. Goedenavond, dit is het STVS Journaal. President Desiree Bouterse heeft minister Jennifer van Dijk Silos gevraagd haar portefeuille met ingang van heden ter beschikking te stellen. Aanleiding hiertoe is een communicatiestoornis tussen de minister, het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie. Volgens een persbericht van het kabinet van de president hebben de twee instanties het vertrouwen in de minister opgezegd. Na zich met alle actoren gebogen te hebben over de ontstane situatie en een persoonlijk gesprek te hebben gevoerd met minister Van Dijk Silos, heeft de president een beroep op haar gedaan om haar portefeuille met ingang van heden, dinsdag 21 maart 2017, ter zijner beschikking te stellen. Dit met dankzegging voor de bijdrage die zij ongetwijfeld heeft geleverd. Ondertussen heeft het staatshoofd de vicepresident geïnformeerd over het besluit en hem gevraagd om de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, te belasten met de waarneming op Juspol. Leden van de bond bij de NV Energiebedrijven Suriname hebben moeite met de werkhouding van Rabinder Parmisser als directeur. De bond heeft gisteren een algemene ledenvergadering gehouden. En volgens Steve Geerlings lieten de leden tijdens deze ALV merken dat zij Parmisser liever zien opstappen als directeur. Zij zaken die hebben gespeeld tussen de RVC en de directeur, de heer Parmisser. Het is ons een maandag medegedeeld. Dat hebben wij teruggebracht naar de ALV. En de werknemers hebben de misnoegen daar zo geuit en dat heeft de bond verder vertaald. LV is gistermiddag gehouden en daar heeft men alle medewerkers aangegeven dat ze een terugkeer van de heer Parmisser niet wensen. De bondsvoorzitter gaat niet in details over de ontevredenheid onder het EBS-personeel. Dat heeft even te maken met een zaken binnen het bedrijf die ik in feite niet naar buiten wil brengen. Het is bekend bij Parmisser precies waarover de mensen hun bezoek hebben geuit. Maar daarvoor wil ik de samenleving tot zover nog niet op de hoogte zetten. En in afwachting van het regeringsbesluit neemt momenteel Rendes Koster waar in de functie van algemeen directeur bij de NV-EBS. Het parlement heeft zich vandaag gebogen over het opzetten van kredietregistratiebureaus in Suriname. Dit ter bescherming van natuurlijke personen en rechtspersonen tegen een overmatige schuldenlast. De parlementaire commissie kreeg vandaag de gelegenheid om hun opmerkingen of voorstellen in DNA te onderbouwen. Voorzitter van de commissie, Amzat Abdul, ging onder andere in op het belang van de wet op kredietbureaus. Reeds jaren krijgen wij de klachten dat salarissen van ambtenaren soms zodanig worden belast dat zij met amper een 100 SRD aan het eind van de maand naar huis gaan. Dat mensen in staat zijn om binnen één dag bij twee of meer banken leningen te sluiten, geeft ook aan waarom deze wet nodig is, voorzitter. Niet nu praten we over een wetkredietregistratiebureau. Al 5 jaar terug, voorzitter, bij een begrotingsbehandeling, toen hebben we gesproken waarom het belangrijk is dat we over zo'n bureau beschikken als land. Dat bedrijven bereid zijn goederen op huurkoop te verkopen aan mensen, ongeacht hun terugbetaalcapaciteit, zolang hun geld maar op de salarissen van deze mensen worden ingehouden, geeft aan de noodzaak van deze wet, voorzitter. En ik zeg alweer, zowel om de bedrijven, de kredietverleners als de kredietnemers te beschermen, is het zeer belangrijk dat deze wet wordt behandeld en goedgekeurd. Behalve de voordelen en het belang van het opzetten van een kredietbureau, zijn er ook vragen gesteld over onder meer de continuïteit van zo'n bureau. Leden, onder wie Roselli Cotino en Gregory Rusland, plaatsten de volgende opmerkingen. Hoe wordt bepaald hoeveel geleend mag worden? En als een kredietverlener bepaalt dat hij boven een vastgesteld percentage kan gaan, zijn er sancties daaraan verbonden? Het punt is,
dat wij natuurlijk moeten kijken van in hoeverre ga je door om te proberen de burgers te beschermen. Want als de mensen in nood zijn en bij een kredietverlener aankloppen en die kredietverlener vindt van luister, je hebt een, ik denk dat de bank een percentage gebruikt van ongeveer 30% van je inkomen, maar je hebt al een percentage van 40% en ik vind dat je moet lenen. Wat voor sancties zijn er daartegen? Hoe ga je beschermend optreden dat de mensen niet meer lenen dan ze inderdaad volgens officiële cijfers zouden kunnen betalen? Ik vraag me af waarom de registratie voor rechtspersonen zo specifiek in deze wet is opgenomen. En tijdens de commissievergadering ben ik daar niet van overtuigd geraakt. Ik hoop dat de minister daarin slaagt mij te overtuigen waarom dat noodzakelijk is om dat mee te nemen. Maar voorzitter, er zijn ook rechtspersonen die leningen aangaan in het buitenland. Wie is dan verplicht tot registratie van een dergelijke lening? Dus als ik het zo lees, komen er heel wat vragen in me op. En ik hoop dat de minister in voldoende mate daarop kan ingaan. Als we kijken naar de grootte van de samenleving. Als we kijken naar het principe dat de kredietverstrekkers verplicht zullen zijn om de informatie aan te leveren. Dan vraag ik me bij deze af. Als we inderdaad het model moeten aanhouden dat wij de gelegenheid bieden om nog meer creditbureaus op te gaan zetten. Dus daaruit volgt dat ik denk dat we best wel als dat de uitgangspunten zijn die in de wet zijn vastgelegd, de conceptwet, dat we best zouden kunnen volstaan met één creditregistratiebureau. Voorzitter, wat is het nut van het registreren van de betaalverplichtingen van burgers aan nutsbedrijven? Als iemand geen krediet heeft uitstaan en dus niet geregistreerd staat bij het kredietregistratiebureau, zal door toepassing van dit lid een heleboel mensen nu wel geregistreerd staan bij het kredietregistratiebureau. Is het de bedoeling dat we zoveel als mogelijk kredieten willen registreren? En moeten we de betaling aan nutsbedrijven zien als kredieten? Is het een vaste last of is het een krediet? In mijn optiek is dat geen lening. Waarom is er dus voor gekozen om de vaste lasten te registreren bij het kredietregistratiebureau? Graag een uitleg van de minister hierover. En in het verlengde hiervan stel ik de vraag, als nutsbedrijven dan ook de wettelijke verplichting hebben om input te geven aan het kredietregistratiebureau. Het opzetten van kredietbureaus is en blijft volgens Abdul noodzakelijk voor Suriname. Hij is zich ervan bewust dat er nog aanpassingen moeten worden doorgevoerd, maar blijft vasthouden aan de voordelen die de wet met zich zal meebrengen. Volgens het lid kunnen behoeftigen voor financiële ondersteuning meer ruimte en mildere aflossingsprocedures krijgen. Je hebt mensen, bijvoorbeeld de schaafijsverkoper, de marktverkoper, iemand die kippen kweekt en die verkoopt, voorzitter. Mensen die een huis hebben gehuurd, wel in staat zijn om elke maand 1000 SRD, misschien 1500 SRD aan huur te betalen en dat braaf doen. Maar wanneer zij naar de bank gaan, voorzitter, dan hebben zij geen track record op basis waarvan de bank een besluit kan nemen om bijvoorbeeld zo'n persoon een hypotheek te verlenen, zodat zo'n persoon kan beginnen met het bouwen van zijn of haar eigen huis. Dus ik vind het heel belangrijk dat huurovereenkomsten ook worden opgenomen of tenminste ook onder artikel 1 lid 1 onder L daaronder vallen, voorzitter. Dit was de eerste ronde van de behandeling van deze conceptwet. In de volgende ronde komt het ministerie van Financiën aan het woord om in te gaan op de op- en aanmerkingen van het parlement. Er zijn nog mensen op de wereld die bewust of onbewust in hokjes leven. Of wordt er voorkeur gegeven op basis van ras, geloofsovertuiging, taal, gender en of opleiding. Maar als niet een ieder gelijke kansen krijgt aangeboden, wordt de weg naar vrede en harmonie steeds langer. De CARICOM jeugdambassadeurs Samaidi Akima en Eugenio Brown gaan hierop in. Het CARICOM Jeugdambassadeursprogramma organiseert elk jaar ter gelegenheid van 21 maart activiteiten tegen racisme en discriminatie. Racisme en discriminatie
hebben in het verleden tot grote problemen geleid. Helaas kunnen we tot heden niet zeggen dat elke vorm van racisme en discriminatie is uitgebannen. In Suriname kennen we wel het hokjesdenken, wat jammer genoeg ook leidt tot raciaal handelen. We zijn sowieso van plan om naar de districten te gaan, om samen met de DC's op het districtcommissariaat plakaten te onthullen, zodat wij dus die power van de DC's kunnen krijgen en ook de samenleving in de districten kunnen bewijzen dat de DC's zich ook sterk maakt om elke vorm van racisme en discriminatie tegen te gaan. En middels dat plakatenproject zullen we ook direct dus een awareness sessie hebben waarbij we peer-to-peer met onze jongeren en ook met de mensen van de samenleving informatie zullen verstrekken om de mensen duidelijk te maken wat onze doel is, waar we naartoe willen, zodat we dus eigenlijk een gezonder en vredelievend, werkelijk vredelievend Suriname kunnen hebben. Vandaag is de internationale dag ter uitbanning van racisme en discriminatie. In het kader van deze dag hebben de CARICOM jeugdambassadeurs enkele activiteiten gepland. Dit om de samenleving bewust te maken van het belang van het uitbannen van elke vorm van discriminatie. Na een kranslegging in de binnenstad zijn er ribbons opgespeld bij voorbijgangers. De ondervoorzitter van het jeugdparlement, Acton Conrad, en de directeur van jeugdzaken, Rachel Koningsbloem-Pinas, gingen in op het onderwerp. Vandaag is een dag waar we elkaar als jongeren natuurlijk, ministerie sport en jeugdzaken, jongeren in het algemeen, elkaar heel veel kracht en sterkte moeten toewensen wat betreft het uitbannen van racisme en discriminatie in Suriname. Ik zal het niet hebben over de wereld, niet over de regio, maar in Suriname. Ik denk dat we al een hele poos de weg zijn ingeslagen om bewustwording op gang te brengen. De bewustwording die we op gang moeten brengen en proberen te brengen als jongeren naar onze peers, naar de overige jongeren, naar onze gemeenschap, lukt ons soms met mondjesmaat. Maar ik denk dat we meer dan ooit moeten gaan begrijpen en moeten gaan snappen dat we een samenleving moeten gaan creëren vrij van racisme en discriminatie. Wij als jongeren, ik voel me heel vereerd dat onze jeugdambassadeurs samen met het jeugdparlement de hoop niet opgeven om elk jaar aandacht te vragen van de natie, aandacht te vragen van hun peers, om toch tenminste één dag stil te staan bij het gegeven dat er ergens nog gediscrimineerd wordt, dat er ergens misschien nog rassenhaat of racisme bestaat. Laten we vandaag stilstaan en naar onszelf kijken. We hebben het geleerd van een legend in die muziekwereld. Wanneer we de wereld willen veranderen, moeten we kijken naar de man in de spiegel. En ik denk dat die oproep vandaag vanuit de jeugd, vanuit het ministerie van Sport en Jeugdzaken, gegeven kan worden aan onze jongeren. Het Major Henry Fernandez vliegveld in Ikeri ondergaat een facelift om uiteindelijk te kunnen voldoen aan internationale standaarden. Afgelopen weekend bracht minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie een bezoek aan dit vliegveld. De minister heeft notitie genomen over de in aanbouw zijnde terminal. Na aanpak moet de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger niveau getild worden. Behalve accommodatie van de landbouwvliegtuigen zal er ook gewerkt worden aan voorzieningen voor het regionaal vliegverkeer. Er zijn dus ook plannen voor het bevorderen van toeristische activiteiten waarvoor het Major Henry Fernandez vliegveld goed geschikt is. Minister Miranda werd tijdens de rondleiding op het vliegveld vergezeld van airport manager Samuel Wens en het overig personeel. En bij deze gelegenheid heeft de minister alle problemen rond het vliegveld aangehoord. Er wordt een planning gemaakt voor een nieuw houttechnologisch laboratorium bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, ZELOS. Dit is onderdeel van een vernieuwing van het onderzoekscentrum, geeft de directeur Ines Demon aan. Een van onze grootste nieuwe ontwikkelingen die we in de komende 2 jaar willen realiseren is een nieuw houttechnologisch laboratorium. Als we om ons heen kijken, eigenlijk ook de nieuwsberichten volgen, dan is de vraag naar economische diversificatie in Suriname groot. En een van de sectoren waar er veel over gesproken wordt is onze bossector. En daar willen wij ons steentje aan bijdragen. En we zijn dus bezig, er is een projectdossier waar wij nu naartoe moeten gaan werken, is de financiering voor dit nieuwe state-of-the-art houtlab rond te krijgen, zodat wij kunnen afstappen
van rondhoutexport op grote schaal en kunnen gaan, de kennis kunnen gaan ontwikkelen die de sector nodig heeft om eindproducten te produceren. Dus dat is een van de grote zaken die wij willen aanpakken op het gebied van landbouw. Daar kun je altijd innovatiever bezig zijn. Er zijn grote vraagstukken op het gebied van climate smart agriculture en durability. Vandaag viert het onderzoekscentrum haar 50-jarig bestaan. De slogan van het feest is Silos al 50 jaar innovatief in wetenschap en ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan de dienstbaarheid naar de samenleving toe en capaciteitsversterking. Ook is het belangrijk dat dit centrum blijft functioneren ter ondersteuning van het regeringsbeleid, onder andere op landbouwgebied. Demon geeft details over de bijdrage die Silos levert aan de Surinaamse ontwikkeling. We zijn als instituut ontstaan, eigenlijk als stichting ontstaan met financiering vanuit Nederland als dependance van de Landbouw Hogeschool Wageningen in 1967. Met die onafhankelijkheid van Suriname werd het ondergebracht bij de Adekus en daarbij vielen we ook bij direct onder het ministerie van Onderwijs. De verandering die daarmee ook plaats had, is dat wij als organisatie, als instituut, ons konden richten op onderzoek dat specifiek was voor de Surinamers. Dus vraagstukken die vanuit de gemeenschap in Suriname werden aangedragen, daar werd dan op gefocust vanaf wij onder de Adekus vielen. Daarvoor werden we eigenlijk ingezet om onderzoeksvraagstukken vanuit Wageningen te beantwoorden. Dus dat is de eerste change die gebeurde. In de afgelopen 50 jaar is dit instituut uitgegroeid tot een organisatie waar er multidisciplinair onderzoek gedaan wordt. Kumar, een van de oudste werknemers van Silos, geeft zijn zienswijze over de werkplek. Ja, ik kan takken voor Silos. Van Silos moet draaien, Silos moet zoeken, dus hij moet op wetenschapper, bosbouw, tuinbouw. Deel tjaan moro, poriak kong, draai moro boong, draai moro. Het gros van de onderzoeksprojecten wordt gefinancierd door donoren. En vandaag is het Wereldpoëziedag. Deze dag, 21 maart, werd in 1999 ingesteld door de UNESCO. Suriname participeert ook aan deze viering van de Poëziedag ter bevordering van lezen, schrijven en het publiceren van gedichten. Ik hou van je, Suriname, kerfde hij aandachtig door de stam van een oude kankantrie. Beeld je in, Suriname is de naam van een vrouw. Zoekend naar haar identiteit, verdwaald tussen de lakens van misleidende mannen, haar lichaam een medaille om hun hals. Ik hou van je, dat waren zijn woorden wanneer hij elke avond besopen thuis kwam. Hij schopte en sloeg haar kapot, beschilderde haar lichaam met blauwe plekken. Ik hou van je, mijn vrouw, het testament van zijn liefde. Suriname is de naam van een vrouw. Die liever blijft in deze vicieuze cirkel van geven en geven en geven, terwijl zij niks meer heeft om te geven. De Henri Frans de Ziel Stichting en Telesuur houden in verband met Wereldpoëziedag een sms-gedichtenwedstrijd in de periode 21 tot 31 maart. Belangstellenden vanaf 12 jaar kunnen tegen een geringe bijdrage een gedicht van 160 tekens, inclusief spaties, sms'en naar het nummer 898-1414. En deze gedichten mogen in het Surinaams-Nederlands en of gangbare sms-taal worden geschreven. Het onderwerp is vrij en de meest creatieve gedichten worden beloond met geldprijzen. Suriname is de naam van een kind dat elke avond steeds weer verkracht wordt door haar eigen vader. Ik hou van je, fluistert hij zachtjes in haar oren, terwijl hij langzaam steeds dieper en dieper graaft in haar bodem. Ontmaagd van haar tederheid en onschuld, beroofd van haar vruchtbaarheid. Hoeveel olie heb je nodig voor het polijsten van jouw ego? Hoeveel goud moet er vloeien door jouw darmen om jouw hebzucht te verteren? Hoeveel bomen moeten branden om jouw lichaam te zuiveren van het roet dat stalt in jouw hart? Ik hou van je, Suriname. Suriname is de naam van een moeder die langzaam wordt leeggezogen door haar eigen kinderen. Een moeder die liever zwijgt, want leugens zijn makkelijker verteerbaar dan de waarheid. Ja,
Suriname is een silhouet van een droom. Een onbemand schip, langzaam zinkend in het drijfzand. Dus vergeef mij wanneer mijn hart niet bonst van geluk, wanneer jij zegt, ik hou van jou, Suriname. Ik hou van jou, mijn land. En hiermee sluit ik het nationaal nieuws af. Straks volgen de internationale berichten. De Trinariaanse minister van Landbouw, Clarence Rampharet, zegt dat het hoofd van de veterinaire dienst geen vergunningen meer zal afgeven voor de invoer van vleesproducten uit Brazilië. En dit geldt ook voor corned beef en kipnuggets. De minister postte de aankondiging op zijn Facebookpagina vanochtend. Hij zegt dat ze nog steeds bezig zijn met een beleid voor Braziliaanse corned beef die reeds in het land zijn. Inspecteurs in Brazilië zijn beschuldigd van het aannemen van steekpenningen om de verkoop van bedorven voedsel mogelijk te maken. In een verklaring geplaatst op zijn Facebookpagina gisteren belooft Rampharet om de zaak verder te onderzoeken. Hij zei dat Trinidad en Tobago geen rauw rundvlees of kip uit Brazilië importeert. Het ministerie zal met een update komen, voegde hij eraan toe. Jamaica en China hebben gisteren al een verbod uitgevaardigd op de import van rundvlees uit Brazilië. Vanaf gisteren verbieden de Verenigde Staten elektronische apparaten op vliegtuigen van of vluchten van en naar 13 landen omwille van een terroristische dreiging. Dat meldt persagentschap Reuters. Wie bijvoorbeeld met Emirates vanuit de internationale luchthaven van Dubai rechtstreeks naar de VS vliegt, mag alleen nog zijn gsm mee aan boord nemen. Je tablet of laptop mee in de handbagage kan niet meer. En dat is het geval voor 10 specifieke luchthavens in 8 landen in het Midden-Oosten en Afrika. Het gaat om Jordanië, Egypte, Turkije, Saudi-Arabië, Kuwait, Marokko, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten, vanwaar rechtstreeks naar de VS wordt gevlogen. De Jordaanse luchtvaartmaatschappij Royal Jordanian verspreidde de info onmiddellijk aan haar passagiers via Twitter. GSM's en medische apparatuur nodig tijdens de vlucht zijn toegelaten. Verboden toestellen zoals laptops, tablets, camera's, dvd-spelers, elektronische spelcomputers mogen alleen mee met de ingecheckte bagage. De tweet is intussen wel verwijderd en de luchtvaartmaatschappij zegt dat het wacht op nieuwe informatie. Het elektronicaverbod geldt voor 9 luchtvaartmaatschappijen, onder meer Turkish Airlines. Ze hebben nu 96 uur de tijd om hun passagiers te informeren voor de nieuwe regel in werking treedt. De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben het elektronicaverbod nog niet officieel aangekondigd. De aanleiding zou volgens sommige bronnen een mogelijke terreurdreiging zijn. Ook Groot-Brittannië zal grotere elektronische apparaten zoals laptops en tablets verbieden als handbagage op vluchten vanuit meerdere landen in het Midden-Oosten. En dat meldt Sky News of melden Sky News en de BBC. En in Nederland wil VVD-leider Mark Rutte nog niets zeggen over een eventuele samenwerking met GroenLinks in een volgend kabinet. Vandaag, na afloop van zijn tweede verkenningsgesprek, wilde Rutte niet ingaan op vragen over inhoudelijke verschillen tussen zijn partij en de partij van Jesse Klaver. De liberalen en de groenen stonden tijdens de campagne lijnrecht tegenover elkaar op thema's als aanpak van klimaatverandering en een inkomensverdeling. Iedere coalitie heeft zijn voor- en nadelen, zegt Rutte. Hij zei gisteren ook een voorkeur te hebben voor een kabinet met in ieder geval de VVD, CDA en D66. Dat er gezocht wordt naar een combinatie, maar dat zal ook afhangen wat die partijen er zelf natuurlijk van vinden. Waarin in ieder geval ook CDA en D66 deel uitmaken. Maar samen hebben die partijen geen meerderheid. Een vierde coalitiepartner is nodig, de ChristenUnie of GroenLinks. De jong VVD'ers willen liever GroenLinks, maar daar voelt de leider van GroenLinks weer niets voor. Hij heeft liever een christen-progressieve regering zonder de rechtsliberale VVD. Ik vind dat er breed moet worden gekeken naar welke opties mogelijk zijn. Dus zonder de VVD, zegt u? Ook zonder de VVD, dat heb ik voor de verkiezingen gezegd en dat zeg ik nu ook. Verkenner Edith Schippers heeft ook PVV-leider Geert Wilders uitgenodigd, omdat het zo hoort. Maar andere grote partijen hebben al gezegd dat ze niet met de extreemrechtse populist willen samenwerken. Donderdag debatteert de Kamer over de verkenningsgesprekken, waarna er een informateur zal worden aangesteld die zal proberen tot een regeerakkoord te komen.
Ik bedank u alvast voor uw aandacht. Fijne avond.